Maar eerst maar eens eventjes de zomer programmeren. Want ik zei net tegen jou, jij bent eigenlijk de beste mediadeskundige van het land. Mee eens? Vind ik een hele rare vraag. Nee, dat is een hele rare vraag. Want ik heb gelezen dat jij met Aram Bade een beetje strijdt om die titel. Jij vindt jezelf volgens mij wel beter. Nee, ik zit met Aram natuurlijk bij Boulevard. En ik doe dan vooral media en hij doet entertainment. Ja. En ja, uiteindelijk worden we zelden samen in de studio neergezet. Dus in dat opzicht strijden we een beetje om hetzelfde plekje. Ja. Maar ja, beste mediakenner. Ja, ook daar zijn gewoon verschillende disciplines. Ik bedoel, Angela de Jong is zo'n fantastische columniste. Maar ze is weer geen mediajournalist. Maar ja, wat is het verschil precies? Nou, de mediajournalisten die jagen op nieuws. En zij zit te breien voor de televisie en schrijft er een snedig stukje over. Wat is het nou voor stigma weer? Zij zit te breien voor de televisie. Ja, zij wil toch de gewone huisvrouw zijn. En dan zet ik haar neer als de gewone huisvrouw. En dan is het ineens... Okay, maar ik vind het reëel wat hij zegt. Hij jaagt achter mediaprimeurs of achter dingen die er gebeuren. Ja. En ik heb alle respect voor Angela de Jong en Tina Nijkamp, die gewoon op een hele goede manier becijferen wat ze zien, wat ze ontdekken. En Tina is dan nog meer, wat gaat er ook komen? Omdat ze natuurlijk echt uit de televisiewereld komt. Maar ze hebben alle drie naast elkaar uitstekend bestaansrecht. Ja. Beetje komkommertijd zou je denken dan in de zomer, of valt het toch wel mee? Het valt dit jaar reuze mee natuurlijk met alles wat nou onder andere in Amerika gebeurt. Maar ook in Nederland. We hebben natuurlijk begin van de zomer de vuurdoop van het nieuwe kabinet gehad. Dus het is, ja, ik weet niet of we nog mogen uitgaan van komkommertijd in de zomer. Maar ja, de zenders die proberen in ieder geval ervoor te zorgen dat ze iets hebben om de zomer mee door te komen. En dat is bij de NPO dan al een aantal jaren De Slimste Mens, dat het heel goed doet. Ja. En nu sinds 3 jaar is dat bij RTL 4 B&B Vol Liefde. En ja, jij bent dat op deze zender. Ja, op deze zender, ja, inderdaad. Jongens, kunnen we een tijltje krijgen? Ja. Ik wil dat niet zeggen, maar als we zo doorgaan, dan Je flikt het gewoon die taartjes in zijn muil direct.